afgelopen week was het nieuwjaar, is het 2006 geworden. Maar is het wel voor iedereen 2006? En we gaan eens even kijken hoe de leerlingen hier in Amsterdam-Oost van basisschool Aldoende van groep 8 daarover denken. Ga je mee? Gelukkig nieuwjaar! Zo, denken jullie dat het voor iedereen 2006 is geworden? Nee. Wat denken jullie dan? Want de Chinese mensen die zijn nog veel langer aan het tellen volgens mij. Dus ik denk niet dat het voor hun 2006 is. Ik weet zelf dat de Chinezen toen wij nog met stokken vochten hadden hun al bijna buskruid. Oh ja? Die zijn gewoon heel snel? Ja. Omdat er ook verschillende landen zijn geweest. En dat er misschien bij die ene later begon met tellen en de ander eerder. En dat ze het niet echt niet op elkaar af hebben gestemd. Is het voor de Hindoestanen ook 2006 geworden? Volgens mij wel. Hoe is het voor jullie? Bij ons is het, sinds de islam is begonnen tellen we met, het is nu 1600 nog wat. Weet je waarom jullie toen zijn gaan tellen? Heeft dat een reden? Als je het nou bekijkt dat er zoveel verschillende jaartellingen zijn, vinden jullie dat niet onhandig? Jawel. Jawel, mensen raken nu ook gewoon heel erg in de war. Je weet echt niet wat de welke het goede is. Oké, we moeten nu op zoek naar het antwoord. We gaan zo naar een deskundige. En ik neem één iemand mee, een klassevertegenwoordiger, die straks aan jullie weer het antwoord komt uitleggen. Is dat goed? Ja. En eens even kijken. Ik stel voor dat jij meegaat. Ja. Nou, of je lekker in de school. Dit is Annemiek Spronk en zij werkt voor de jeugdafdeling van het Tropenmuseum. En aan haar kun je de vraag stellen. We hadden het er net in de klas over, maar waarom viert niet iedereen, heeft niet iedereen 2006 gevierd? Je hebt gelijk, het is niet overal 2006. Iedereen heeft weer een eigen kalender. Hier zijn we bijvoorbeeld in een Iraans theehuis. Ja. En dan zitten we in het jaar 1384. Hoe zit dat nou precies? Eigenlijk is het puur toeval dat wij nu in het jaar 2006 zitten. En komt het door een Romeinse keizer die lang geleden heeft besloten op 1 januari... de eerste maand van het jaar gaan wij het nieuwe jaar vieren. En dat doen we volgens de zonnekalender. Volgens de zonnekalender gaan wij tellen. Dus elk nieuwe jaar beginnen wij als de aarde weer helemaal rondom de zon is gedraaid. Dat is zijn manier van tellen geweest. En de christenen hebben dat overgenomen. Die hebben toen eigenlijk teruggeteld. Van nou, als we dan nu gaan tellen volgens die zonnejaar, gaan we eens bedenken wanneer Jezus is geboren. En vanaf dan beginnen we. Het grote verschil zit hem in het moment waarop je begint te tellen. Bijvoorbeeld de Joden hebben uitgerekend wanneer de wereld is geschapen, beginnen dan met tellen. En zijn nu al in het jaar 5766. De Hindoes hebben nou heel veel verschillende kalenders. Elke Hindoe heeft alweer een andere. Maar heel veel van Hindoes beginnen bij een favoriete koning. En zitten nu in het jaar 2062. En de moslims bijvoorbeeld, die zijn nu in 1426. En die zijn begonnen bij het moment dat de profeet Mohammed vluchtte naar Medina. Maar eigenlijk zeg je dat elke bevolkingsgroep, dat die zelf eigenlijk bepalen van nou, we kiezen of de geboorte van onze koning of... De verlichting van Boeddha. Precies. Kan, ja. En dan hadden jullie in de klas net een oplossing bedacht, hè? Misschien kan je die even aan Annemiek vertellen. Oh ja, we hadden in de klas een oplossing bedacht dat of we beginnen weer helemaal overnieuw bij nul. Of we tellen alles bij elkaar op, alle jaartallen die... maar iedereen maar kent. En dan, dat delen we dan en dan rekenen we het gemiddelde uit. Ja. Dat is voor iedereen hetzelfde. Ja. Is leuk, maar eigenlijk is dat misschien wel leuk. Dan kan je lekker veel feesten vieren. Hoe meer kalenders je volgt, hoe meer feestjes je hebt. Ja, want als er iemand namelijk een feestbeest is op deze wereld, dan is het Rivka, hè? Ik dacht het al te werken. Echt een party animal. Hey, laten we wel nog even proosten op het nieuwe jaar. Een heel gelukkig nieuwjaar. Op welk jaar? Welk kiezen we? 2006. 2006. Okay. Gelukkig 2006.